Dat er per accessie een bordje erbij staat. Wat voor soort het is, in welke serie hij zit en wat de taxonomie is volgens Spooner. Af en toe ook eens een dagje uit. We zijn hier in Wageningen om het een en ander te bekijken. Ik ben Lana de Bruin. Ik ben curator bij de Genenbank van Nederland, het CGN. En dit jaar heb ik hier een demonstratieveldje van de wilde aardappelcollectie die we bij het CGN beheren aangelegd, samen met mijn voorganger Roel Hoekstra. En hier staan nu 226 accessies, 130 verschillende soorten en subsoorten. En dat is voor mij ter educatie om de collectie wat beter te leren kennen, maar ook om dat te delen met andere geïnteresseerden. Want het is best wel uniek om zoveel verschillende wilde soorten bij elkaar op één veldje te hebben. En het is een feestje om die variatie te zien en die kleuren en de vormen. Het is heel leerzaam voor mij en ook voor anderen. Dankjewel. Op 4 maart zijn deze vanuit zaad gezaaid. Die hebben we dan hier binnen in Ergena in de kassen zijn die opgekweekt. Uit zaad? Uit zaad. Ja, want de hele aardappelcollectie die we bij CGN hebben van wilde soorten en landgrassen, die houden we in stand in zaad. Dus er komen geen knollen bij ons aan te pas. Die ruikt iets minder erg. Hij ruikt wel, hij ruikt wel. Dit is drama. Max, ik ga het lekker ruiken, maar de meeste ik meemaken. Als je deze ruikt, zou je nooit meer een aardappel eten. En hier kan je wel kruidenthee van maken. Heerlijk. Deze 130 verschillende aardappelsoorten zijn in het verleden verzameld in Midden- en Zuid-Amerika. En beslaan ongeveer 2/3 van de wilde aardappelsoorten die er zijn. Ja, en dat willen we ook heel graag zo houden, dat heeft gewoon zo'n groot... De accessies, of wilde populaties, worden in stand gehouden door ze binnen de accessie te kruisen. En dan de geoogste zaden zo lang mogelijk koud te bewaren. Ben je weer in je oude vak, Jan? Ik ben in mijn oude vak, ja. Dat dacht ik al. Maar ik zit nog steeds in het vak, hoor. Ja. Dan gaan we nog even vol. Ja. Ze zijn in het verleden en nog steeds gebruikt om gewenste eigenschappen in onze aardappel te veredelen. Vaak geeft dit problemen door de verschillende ploïdieniveaus. Met toelating van moderne technieken zou dit veel makkelijker worden. Lana en Roel, hartelijk dank voor de uitleg. Bedankt voor het kijken.